sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Goedenavond, geliefden. Welkom op deze Christnity-event en ook allen die het volgen. Wij zijn u heel dankbaar dat u de tijd hebt genomen om hier met ons te zijn en deze gebeurtenis mee te maken. Ons verlangen is dat de Heere iets bijzonders in uw leven doet vanavond. Vanavond zullen we het kerstgebeuren zien vanuit de optiek van de herbergier ten tijde van de geboorte van Jezus. Jozef en Maria waren naar Bethlehem gereisd vanwege een volkstelling. In Bethlehem aangekomen zochten ze dringend naar een verblijfplaats, een herberg, om te verblijven, mede ook omdat Maria op het punt stond te bevallen. Maar helaas, de herbergier had geen plaats voor hen in zijn herberg. Lieve mensen, wij weten dat rond de kersttijd het leven erg druk kan zijn. Heel wat verantwoordelijkheden, zelfs feestjes en diners. Maar laten wij te midden van dit alles plaats maken en ruimte geven aan onze Heer Jezus Christus. Want in die tijd was er geen plaats, men had geen tijd, men had het zo druk met de volkstelling dat men geen tijd had. Laten wij wel tijd reserveren en tijd maken voor onze Redder en Heiland, de Heer Jezus Christus. Wij wensen u een bijzondere evenement vanavond. Dat de Heer u mag zegenen, zullen we dit geheel opdragen aan de Heer. Vader in de hemel, dank u Heere God dat wij terug mogen gaan naar de tijd waar Jezus is geboren. Er was toen geen plaats voor hem in de herberg. Maar Heer, help ons om vandaag plaats te maken voor hem in ons leven. In ons alles, Heere God. En leid ons. Zegen deze tijd, zegen het evenement en leid ons verder in Jezus' naam. Wij wensen u een bijzondere tijd vanavond en dank u nogmaals dat u bent gekomen. God zegen. God zegene u en geniet u van de dienst. Alles naar wens? Ja. Mooi zo. Ja man. Ik kan me de dag als de dag van gisteren herinneren. Het was net zo vol in mijn huis als nu. Van heinde en verre kwamen er mensen naar ons stadje Efrata. En we waren er totaal niet op voorbereid. Onze stad had nog nooit zoveel mensen gezien. Plotseling vond ene keizer september... Keizer Augustus. Het nodig dat iedereen zich moest registreren in de stad van zijn voorouders. Niemand zag het nut van deze registratie in. Weet je soms waarom we ons moesten registreren? Nee toch? Nee, niemand wist het. Maar ik denk dat hij vast van plan was een of andere belastingmaatregel af te kondigen. En dan moest hij weten hoeveel mensen in zijn gebied woonden. Alsof we niet genoeg belasting betaalden. We betalen al onroerend goed belasting, inkomstenbelasting,
wiege belasting. En die ene die hij laatst heeft afgekondigd. Hoe heet het ook alweer? BTW. Begin te werken belasting. Kan je voorstellen? Huh? Je betaalt belasting voordat je werk hebt. Zang. Maar echt, Joost mag weten wat hij met al dat belastinggeld doet. Want zie je, die wegen van ons, ze zijn nog even stoffig. En in de regentijd, onbegaanbaar. In geen maanden is er vuil opgehaald. En zie je, subsidie op water, al langer dan een jaar afgeschaft. Door deze nieuwe maatregel van koning Augustus, moest iedereen zich gaan registreren in de stad van waar zijn voorouders vandaan kwamen. En wat plotseling was het druk in Bethlehem. We waren er totaal niet voorbereid. Als je mensen zag, van heinde en verre waren ze gekomen. Ze kwamen uit Galilea, Judea, en zelfs uit Samaria. Ja, de stad was zo druk dat je bijna niet kon lopen. Net als oudjaar bij jullie in de Dominiestraat. Net zo druk was het. Ik zeg het je. En al deze mensen, die zochten een slaapplek. Alles was vol. En niet gewoon vol. Het was chockvol. Nergens was er slaapplek meer over. De herbergbusiness was booming. Hoogseizoen. Hey boy. Money bij Mickey. Mijn herberg, het barstte uit zijn voegen. Ik had zelfs 2 slaapplekken van mij in mijn kamer afgestaan. Alleen maar dat die mensen konden rusten. En zie je hier op het dak? Hier op het dak was vol met mensen. Het was plotseling hoogseizoen. En ja, we konden er niets aan doen. We moesten proberen iedereen een slaapplekje te geven. Maar terwijl ik zo druk bezig was in de weer om te zorgen dat er genoeg eten was voor al die gasten. En natuurlijk ook wijn. Want heeft de man ja, moeten ze ook wijn hebben. Werd ik plotseling door mijn tweede zoon Jonathan geroepen. Je weet altijd, die tweede zijn de lastigste toch. En hij kwam. Abba. Er staan 2 mensen voor de deur. Ik zei hem nog, Jonathan, zeg aan die mensen. We hebben geen plek meer. Laten ze het hier verderop gaan proberen bij Herberg Torarica. Misschien hebben ze daar een beetje meer geluk. Maar hij zei, Abba. Ik denk dat je dit zelf moet komen zien hoor. Misschien kan je iets voor die mensen betekenen. Dus ik, een beetje wrievelig. Want elke keer moet ik hetzelfde zeggen dat we geen plek hebben. Loop ik naar die deur. Ik maak die deur open. Ha! Wat zie ik daar? Een man, een vrouw en een ezel. Nee. Niet mijn zoon Jonathan. Een echte ezel. Nog voordat die man wat kon zeggen, viel ik hem al in de reden. En ik zei hem, helaas, we zijn vol geboekt. En ik wees hem naar het bordje, vol. Maar hij keek me aan en hij zei me, ik weet dat u geen plek meer hebt. Maar mijn vrouw en ik hebben meer dan 200 kilometer te voet afgelegd. Alleen omdat mijn voorouders afkomstig zijn uit uw stadje Bethlehem. Uw mooie stad Bethlehem. Hij wilde op mijn gemoed inspelen toch. Mijn vrouw is hoogzwanger en moe. En ik ben moe. Zelfs de ezel is moe. En ik ben bang dat als we verder gaan, ik de ezel zelf zal moeten optillen. Zo moe is die ezel. Maar hij zei, mijn hoogzwangere vrouw die kan echt niet meer. Zelfs de volgende herberg Torarica, kunnen we niet halen. We kunnen geen stap meer verder. Dus ik dacht, hey Ruben, even hard. Maar hoe kan ik deze mensen helpen? Dus ik maar denken. En toen dacht ik, hey, in de ruimte van de dieren moet er nog plek zijn. Alleen, het stinkt alleen maar naar die uitwerpselen van al mijn ezels en schapen en de vele duiven die ik had. Ik dacht, kan ik ze het wel aanbieden? Het is niet zo netjes. Maar ik dacht, ik zeg het gewoon. Dan gaan ze het zelf afwijzen en dan gaan ze op zoek naar een andere plek.
Dus, naar een braadkant is mijn moeder te kwel. Ik heb nog wel wat plek in de ruimte van de dieren. Maar het stinkt alleen een beetje naar de uitwerpsel van de dieren. Je gelooft het of niet? Die man viel op zijn knie om me te bedanken. Ik zei nog, ach man, je maakt me verliegen, sta op. Het is slechts een plek bij de dieren. Niet wetende dat die avond een bijzondere avond zou worden. Mijn leven zou niet meer hetzelfde zijn. Het was precies een avond zoals deze. Journeyed far, a weary pair. They sought for shelter from the cold night air, some place where she could lay her head, where she could give her babe a quiet bed. Was there no room, no corner there in all the town as much someone could share? Was there no soul to come their aid? A stable bare was where the family stayed. Do you have room for the Savior? Do you seek Him? Wijn voor u. Thank you. Heb je het al? Nee, het is non-alcoholic druivenwijn. Echte. Witte of rode?
witte van speciale druiven gemaakt. Alsjeblieft. Hé, hey, een vers gebakken brood. Hé, hey, genieten jullie ervan. Hé, hey, maar als je bedenkt dat ik atorief mee ben, ba. Nou mooi. Luister nog. Die avond, zo'n bijzondere avond worden, zei ik je al. Terwijl ik daar, ze bracht naar de ruimte van de dieren, raakte ik aan de praat met die man. En ik vroeg hem waar hij vandaan kwam. En hij wist me te vertellen, hij komt uit Galilea, uit het dorpje Nazareth. En terwijl ik zo met die man sprak, keek ik naar die vrouw. Die vrouw kon bijna niet zeggen. Je zag gewoon aan haar gezicht dat ze moe was en dat ze pijn had. Want ze was hoogzwanger. Hey, als je haar buik zag, het was zo groot. Ja. Oi. En ze, we zouden zeggen, she was about to pop. Ja. Ai, mooi. Haar buik was echt groot. En terwijl ik hem zei van, maar waarom moest hij helemaal naar Bethlehem komen? Dan wist hij me te vertellen van ja, omdat ze voorouders in Bethlehem geboren waren. En vanwege die registratie, dan moest hij helemaal naar Bethlehem te komen. Te voet. Want ze konden niet anders. En toen pas vroeg ik hem eigenlijk hoe hij heette. Echt beleefd van me, no? En hij zei me, hij heet Jozef. En dat het zijn vrouw Maria was. En zijn ezel, die heette Petje. Maar hey, toen hij me zei van dat hij uit Bethlehem moest komen, naar Bethlehem moest komen, toen schoot plotseling de woorden van profeet Micha in me op. En die zei, gij echter Bethlehem in Efrata, al zijt gij klein onder Judas geslachten, toch zal, zeg ik, iemand uit u komen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong in lang vervlogen dagen. Zo mysterieus, no? Wat bedoelde Micha eigenlijk? Maar ja, dus hij zei me toch, zijn vrouw heette Maria. En zijn ezel heette? Petje. Ja, en ik zei hem van, luister nou, ik heb niet veel plek, maar dit is de ruimte van de dieren. Het stinkt wel naar de uitwerpselen. We hebben het niet schoongemaakt, we kunnen er weinig aan doen. En ik spoedde me terug naar mijn andere gasten, want het was al etenstijd. En de gasten moesten eten en ik moest zorgen dat er genoeg wijn was. Ik bood zo'n bordje eten aan. Maar die vrouw kreeg geen hap door haar keel. Je zag gewoon aan haar dat ze moe was en dat ze pijn had. En voordat ik vertrok uit de ruimte van de dieren, hoorde ik haar nog een liedje neurien. Het ging precies als deze. Born the babe, the son of man.
shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him loud, the babe, the Son of Mary. Nails, spears shall pierce him true. The cross he bore for me, for you. Hail, hail, the Word made flesh, the babe, the Son of Mary. Vers fruit, vers fruit. Vers fruit. Jullie hebben net druivensap gedronken, dan nemen jullie nu weer druiven. Ai, ei. Maar mijn verhaal is nog niet af. Het was al reeds laat in de avond geworden. Terwijl ik bezig was met mijn gasten, was ik al helemaal vergeten dat ik twee mensen in de ruimte van de dieren had. Maar ik was doodmoe en ik probeerde te slapen. En je weet, wanneer je doodmoe bent, dan kan je de slaap niet zo goed vatten. Dus terwijl ik daar in mijn kamer lag en ik draaide van de ene zij naar de andere zij, ging plotseling mijn gedachte naar het echtpaar in de ruimte van de dieren. En ik dacht, misschien moet ik mijn slaapplek afstaan. Tenminste aan die hoogzwangere vrouw. Hoe heet ze ook alweer? Maria. Ja, klopt. Want ja, als zwangere vrouw in de ruimte. Maar ja, dus ik lag te draaien van mijn ene zij op mijn andere zij. Toen dacht ik, laat me opstaan. Laat me kijken als ik misschien kan gaan om mijn slaapplek aan te bieden. Maar plotseling hoorde ik een gehuil. Een gehuil van een baby. Eerst dacht ik, ah, is bij de buren. Maar toen ik goed luisterde, toen hoorde ik het, het kwam uit de ruimte van de dieren. Dus nu stapte ik uit mijn kamer. Ik droeg mijn mantel, want ik wilde mijn vrouw niet wakker maken, toch? Dus ik dacht van, ik ga Jozef helpen. Waarmee? Minosabi? Maar ik ga helpen. En plotseling hoorde ik stemmen aan voor mijn deur. Mannenstemmen. Ik hoor, ja, hier moeten we zijn. Dit is het huis, dit is het huis. Hier moeten we naar binnen. Dus eerst me bedenken, roevers. Dus me bevreden. Maar op een gegeven moment, me heren het van mij takkie tak zo. Pop, 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 pop. Dus me tek alle de kati. Spam me boos. Dan opa doro. Brup. Wie zag ik daar? Simeon, Jacobus, Johannes, Ben David. En korte Obed. De herders van het dorp. En ik dacht, wat doen jullie hier? In de stad, moeten jullie niet in de weide zijn om op jullie schapen te hoeden? En het verhaal dat ze me vertelde, je gelooft het of niet? Ik kon mijn oren niet geloven. Korte Obed zei, ze lagen in het veld. Samen met Ben David hield hij de wacht. Want de anderen sliepen. En plotseling zagen ze gedaante voor zich. In eerste instantie dachten ze een spook, want er was fel licht. En plotseling begon die gedaante te praten. En terwijl die gedaante sprak, toen wisten ze, het is een engel. Hey, als je na middernacht met dit soort verhalen op me komt, ga ik je echt niet geloven. Dus ik zei ze, jullie maken grappen. Ik geloof niets ervan. Ze zeiden in koor, nee, het is waar. De hele weide was verlicht, zeiden ze. Ze konden alle schapen goed zien. En toen zagen ze die engel en die zei aan hun, heden is voor u geboren, de zaligmaker in de stad van David. Hij is de Christus, de Heer. Hij is geboren in Bethlehem. Dus, eerlijk gezegd, als je me dat vertelt, dan denk ik, je hebt te veel gegeten of te veel wijn gedronken. Dus eerst dacht ik, de beren bij Furu. Maar toen zeiden ze dat de engel had gezegd dat ze een kindje moesten gaan zoeken in de stad van Bethlehem.
En ze zouden hem vinden, gewikkeld in doeken. De korte Obed zei, nadat de engel dat gezegd had, was het hele veld verlicht. Zodanig verlicht, net als een voetbalstadion, zei hij. En toen hoorden ze vele stemmen van engelen die zeiden, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Verteld van dat fel licht in de weide. Toen ging mijn gedachte uit naar wat onze profeet Jesaja had gezegd. Hij had gezegd, het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Mysterieus. Maar ja, toen ze me al dit alles verteld hadden. Maar natuurlijk, mino bij brief Allah, laten we dat goed begrijpen. Wees ik ze de plek naar de ruimte van de dieren. Ja, want ze wilden dat speciale kindje zien. De ruimte waar Maria en Jozef lagen. En niet te vergeten de uitwerpselen. En uit nieuwsgierigheid stak ik ook mijn hoofd even om het hoekje. Want als de herders hun schapen hebben gelaten om naar de stad te komen op zoek naar dit kindje, dan moet het wel een speciale kindje zijn. Dus ik stak mijn hoofd om het hoekje om te zien wat zo speciaal was aan deze baby. Ik herinnerde me nog dat de herders zeiden van dat dit kindje Christus de Heere genoemd zou worden. Hij zou de redder worden van de mensheid. Ik dacht bij mezelf, deze kleine baby, de redder van de mensheid. Het kan niet waar zijn. Want, wat ik wel weet, onze voorouders en in de geschriften staat geschreven dat we moesten uitzien naar de komst van de Messias. En niet naar een kleine baby. Nog erbij in een voederbak. Die ligt tussen de stinkende dieren. No man, kan niet waar zijn. Maar de herders waren wel overtuigend.
dat ik het al bijna wilde gaan geloven. Maar zo'n kleine baby, de redder van de mensheid, ik was nog niet volledig overtuigd. Ik twijfelde nog. Als je dacht dat het verhaal al klaar was. No boy. Ik hoorde van anderen in het dorp dat er nog
dat het kindje nog bezoek zou krijgen van wijze mannen uit het oosten. Hey, wijze mannen uit het oosten. En weet je wat het grappige daarvan is? Ze werden geleid door een ster. Hey boy! Een speciale ster. Hoe goed wijs moet je zijn om je te laten leiden door een ster? Hey boy, je kan wel wijs zijn, maar een ster? Maar je gelooft het of niet? Die wijze man uit het oosten. Ze brachten dure geschenken met zich mee. Geschenken die alleen bestemd zijn voor een koning. Zoals goud, wierook en mirre. Ja, ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Ik denk er vaker terug aan die avond. Dat die wijze mannen dat kindje vonden. Geleid door een ster. En ook nog dure geschenken brachten. Goud, wierook en mirre. Dan moet je wel een bijzonder kindje zijn. Die avond stelde ik mijn huis open voor dat speciale kindje. De redder van de wereld. De redder van de mensheid. Soms is het voor mij nog steeds niet te geloven en te begrijpen dat op die koude, regenachtige nacht, net als deze, ik niet alleen toegang gaf tot een kindje, maar tot de redder van de wereld. Tot de redder van de mensheid. Die nacht stelde ik niet alleen mijn huis open, maar ik stelde ook mijn ziel open. Want ik gaf dat kindje ook een plekje in mijn ziel. Ik had eigenlijk niet veel te bieden. Maar ik hoorde van de herders wat de engelen eigenlijk over dat kindje gezegd hadden. En de wijzen die hem een bezoek brachten uit het oosten. Nou, toen pas was ik overtuigd. Toen pas wist ik dat dit kindje, dat deze baby, een speciale baby was. Hij was de redder van de mensheid. Hij was de redder van u en mij. Vanavond heeft u ook de gelegenheid. Save the world so cold and hollow. The sleeping town they did not know, and lying in a manger, a savior king who had no home has come to heal our sorrow. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? Shepherds counting sheep at night, do not fear the glory. You are
holds the promise tight. Every wrong will be made right. The road is straight, the burden's right. For in his hands he holds tomorrow. Is there room in your heart? Is there room? Is there room in your heart? Lieve mensen, alvast hartelijk bedankt dat u de tijd hebt genomen om te komen. En ook u die volgt. Is there room in your heart? Make room, maak plaats. Is er plaats in uw hart voor de koning der koningen en de heer der heerscharen? 2000 jaar geleden, Jozef en Maria kwamen in Bethlehem. En ze klopten bij de logeerplaats. En de herbergier zei, er is geen plaats. Hij had het te druk. Hij was vol. Maar hij wist ook niet wie deze mensen waren. Hij wist ook niet wie het kind was in de schoot van Maria. Maar in die tijd geloofde men en men keek uit en men verwachtte de Messias. Sedert de profeet Jesaja had geprofeteerd, Micha, keken ze uit naar de redder. Niet wetende, hij is vlak daar. Vlak daar gekomen. Maar hij had het te druk. Hij wist het niet. Hij was zo bezig. Totdat hij erachter kwam. En vanmorgen, vanavond wil ik u vragen, vooral rond deze kerstdagen, we hebben het allemaal druk, zoveel dingen, maar is er room in your heart? Weet, de Bijbel zegt duidelijk daar ook in Openbaring, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en openmaakt, dan zal ik binnenkomen, maaltijd hebben. Daar bedoelt de Bijbel niet gewoon een deur. De Bijbel bedoelt daarmee ons hart. God klopt aan ons hart. Aan de deur van ons hart, van ons leven. En wil binnenkomen. Je weet, ons hart, we laten zoveel dingen in ons hart. We maken plaats voor zoveel dingen in ons hart. Dingen die we mogen. We maken plaats in ons hart voor een partner met wie we ons leven willen delen. We maken plaats in ons hart voor een mooi gebouw, een huis. Om veilig te kunnen wonen, om gezin op te bouwen.
We maken plaats in ons hart voor mooie dingen. Een mooie telefoon, een mooie jurk, een mooie auto. Maar het is niet alles. Is er plaats in uw hart voor de koning der koningen en de heer der heerscharen? En die plaats die hij daar wil hebben is niet gewoon in een hoekje, maar de ereplaats in uw hart. Is er plaats in uw hart? Wilt u uw hart openen? Net zoals de Bijbel zegt, hij staat aan de deur en hij klopt. Of zeggen we, we hebben het te druk nu. Ik moet eerst dit doen. Ik moet eerst dat doen. Ik moet eerst mijn school afmaken. Ik moet eerst trouwen. Ik moet eerst mijn huis bouwen. Is er nu plaats in uw hart? Hij is gekomen om in uw leven te leven. U te redden. Zonde te vergeven. Ik wil u uitnodigen vanavond om uw hart open te stellen en hem uit te nodigen om in uw hart te komen. Als u dat wil hebben vanavond en u wil uw deur, uw hart openen, bid met me mee. We gaan praten tot de Heer. We gaan ons, de deur van ons hart openmaken en we gaan hem uitnodigen om in ons leven te komen en hem de ereplaats te geven in ons hart. Wilt u met me bidden? Zeg, Heere Jezus, ik kom tot u. Ik maak mijn hart open voor u. Kom in mijn leven. Neem uw plaats. Vergeef me mijn zonden. Maak mij een nieuwe schepping. Ik neem u aan als mijn redder en heiland. En ik wil u volgen. Ik geef u de ereplaats in mijn leven. Dank u voor wat u hebt gedaan. Dank u dat u naar deze wereld bent gekomen om mij te redden. En ik geef mijn hart aan u. Ik maak ruimte in mijn hart. Dank u, Heer Jezus. Amen. Amen. Er is plaats in uw hart voor hem. Dat is waar hij wil zijn. Zometeen ga ik uw medewerking vragen. We hebben nog een programma dat we gaan doen. We gaan zometeen eerst een offerande. Ik wil uw medewerking vragen. We willen nog een paar projecten afronden voor het eind van het jaar. Wat mensen helpen. En ook daarna gaan wij over naar wat we noemen onze lichtenceremonie. Daar gaat u wat instructies krijgen. Ze gaan u wat geven, geen kaarsen, want tegenwoordig vinden we het niet veilig meer om letterlijk kaarsen aan te maken die branden. Maar iets speciaals. Een van onze pastors gaat u instructies geven. Als u één krijgt, moet u het nog niet aanmaken, niets meer doen. Even wachten op ons. Maar laten we eerst nu een offer geven aan de Heer. Vader, wij danken u dat u degene bent die er gekomen is naar deze wereld. U hebt uw leven gegeven. En nu willen wij ook wat geven. Vooral rond deze kerst en oudjaar. Vader, dank u, Heere God, dat wij in de gelegenheid zijn om dat te doen. Dank u, Heere God, dat u bent gekomen. En wij maken plaats in ons hart voor u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Make room. Thank you.
died. Every wrong will be made right. The road is straight, the burdens light. For in his hands he holds tomorrow. En zoals onze liedpastor eerder zei, maakt u het nog niet aan. U krijgt straks van de liedpastor een sein om het te doen. Maar ik kan onze pastors uitnodigen en hun echtgenoten om hier voorop met mij te staan. Terwijl zij de glow sticks uitdelen. U moet het nog niet aanmaken. Zometeen wanneer we u sein geven, moet je het breken, dus vouwen. Dan komt het vloeistof los en dan moet je het schudden, maar nog niet, alsjeblieft. Wat op elkaar wachten. Okay. Dus u gaat het krijgen, dan... Vouwen en schudden. Nog niet. Maar laten we beginnen te zingen. Ere zij God in de hemel. En dan gaan we daartussen even stoppen. En die kaart, die glow sticks aanmaken. Mag ik u uitnodigen om maar vast te staan. Oh,
te nemen. Mijn vrouw en ik, we hebben andere soorten. Niet zo hard slaan, je kinderen. Je moet niet zo hard te slaan. Dus breken, ja, zodat die vloeistof loskomt. Je kan het soms op verschillende plekken. Maar je moet hem dan wel schudden. En dan schudden. Ja, want bij het schudden gaat de rest aan. Yes. Oké, dan gaan we zo meteen het mooie Chrisnitty-lied, kerstavondlied zingen. Stille nacht. Hele nacht. Houd dan je glowsticks boven hoor. Dan ga je zien hoe mooi het is in de zaal. Flowers.
Lieve mensen, we zijn u heel erg dankbaar. Wij bedanken aan ieder die heeft meegeholpen, gewerkt, ondersteund, welke vorm dan ook, zodat wij deze Christnity-dienst op deze manier konden brengen aan u en aan de gemeenschap. Hartelijk bedankt allemaal, alle acteurs, de zangers, de mensen die op welke manier dan ook hebben meegeholpen. Maar wij bedanken u ook als leiders, als het bestuur. Bedanken wij aan ieder van de gemeente die dit afgelopen jaar ook weer trouw is. De gemeente heeft bijgestaan, ondersteund, op welke manier dan ook. Mensen hebben geholpen, helpen evangeliseren, bidden, noem maar op. Wij zijn u heel erg dankbaar. En indien wij als leiders misschien ergens een tekort hebben geschoten, vergeef ons. We doen ons best. En we kijken uit naar 2024. Want wij geloven dat God bezig is iets bijzonders te doen in ons midden. In het lichaam van Christus. En wij gaan door om het grote zendingsbevel, de opdracht die God ons heeft gegeven, uit te voeren. Om discipelen te maken van alle volkeren. En hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zoveel mogelijk pastoraat te geven en mensen op te leiden. Nogmaals, hartelijk bedankt. God zegen u en wij wensen u een bijzonder gezegende kerst en een voorspoedig 2024. Zullen wij eindigen in gebed en daarna gaan we nog een paar kerstliederen zingen. En dan ga u vragen elkaar zoveel mogelijk Merry Christmas, gezegend 2024, etcetera, etcetera, toe te wensen. Amen. Vader, wij danken u voor deze avond, voor het hele jaar 2024. Dank u dat uw Zoon gekomen is naar deze wereld. Dank u voor een ieder, Heere God, Vader, die zich heeft ingezet in het lichaam van Christus, in deze gemeente, heeft ondersteund, welke vorm dan ook. Dank u, Heere God, dat wij weer dit jaar mogen afsluiten in de genade en de vrede van u. Ga met ons het komend jaar 2024. Leid ons weer. Help ons om weer dienstbaar te zijn. En onze lichaam, Vader, een heilig en Gode welgevallig offer te stellen. In de naam van de Vader. En wij danken u. En geliefden, de Heer zegenen jullie en behoeden jullie. Hij doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. Hij verheffen zijn aangezicht. Hij geeft u vrede. Hij leidt u in alles. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik bedank ook al de voorgangers en hun vrouwen. En alle werkers die ons werkelijk hebben bijgestaan om dit alles te doen. God zegen. Merry Christmas. Halleluja.
Thank you.